waarom komt daar iedereen voorbij? Weet je hoe fucking... Blijf weg! Hallo en welkom bij het Met een V-channel. We hebben in de vorige aflevering, vrijdag dus, een aardappelkanon gemaakt. Aardappelkanon? Je had hem al helemaal in beeld. Ja. Waarom heb je dan achteruit? We hadden wel ongeveer uitgelegd hoe het aardappelkanon werkte, maar niet precies hoe je hem moest maken. Dus we gaan een tutorial doen van hoe maak je een aardappelkanon. Dus hoe maak je een aardappelkanon? Dus hoe maak je een aardappelkanon? Nee, dat zei ik al. Ja, het heeft een loop en het is een 40 mm dikke pijp. Dan hebben we hier nog een verloopstuk. Dat is belangrijk. Dat zie je. Dat is eigenlijk wel. Stap nummer 1, gamma. Je hebt, of ja, weet ik veel, als je al PVC buizen hebt, is het helemaal top. Je hebt een 40 mm buis nodig. Ik heb hem echt goed vastgelegd. Ik had hem echt goed vastgelijmd, niet. Dan heb je nog een verloopstuk nodig. Van een 40 mm buis naar een, volgens mij is het een 75 mm buis, dus die heb je nodig. Deze. Verder heb je nog een koppelstuk nodig, want deze kun je niet aan elkaar koppelen zonder koppelstuk. Dan hebben we nog een achterkant. Een achterkant. Dan heb je nog een dop en een dopding nodig. Wat is het verschil? Ook nog een extra... Wat is het verschil tussen een dop en een dopding? Nou, een dop is dit ding. En een dopding is waar je de dop op dingt. Draait. Ja, dan heb je hier ook nog een koppelstuk nodig. Dus twee koppelstukken, één dopding en één dop. Een verloop en een loop. Dan duw je er een aardappel in. Oké, nou, als je alle onderdelen gekocht hebt, dan lijm je ze aan elkaar met PVC-lijm. Die beter is dan deze PVC-lijm, want dit is kapot. Dan stop je er een aardappel in. Oh. Zoiets. Ik zei ze kapot. Ja, is kapot. Nou, het laden is eigenlijk best wel simpel. Je koopt bio-ethanol bij de Action. Eigenlijk had ik dat moeten aangeven. Dat is het. Ik wil het aangeven, geef het dan aan mij. Het laden. Je koopt bio-ethanol bij de Action. Ik vind deze standaard aan. Je koopt bio-ethanol bij de Action. Dan doe je er 3 puffjes in. Hey, dit nog even. Ah, okay, dit. Oké, zet wat bio-ethanol op de tas. Wil je wat, kijk, 1, 2, 3 puffjes. En dan draai je hem dicht. En je hebt er natuurlijk al een aardappel in gedaan. Want dat doe je dan. Dan ga je ermee schudden. Demonstreer maar even hoe je moet schudden, Martijn. Dan ga je ermee schudden. Dat doe je ongeveer zo. Het is belangrijk dat je het precies zo doet. Dat heeft te maken met de golflengte van de bio-ethanol in de buis. Het is belangrijk dat je ook zo eindigt. Dan doe je een dubbele loop in. En dan doe je nog even zo. Ja. Als je dat gedaan hebt, dan ben je klaar om te schieten. Je boort een gat in het midden van de dop. Dan heb je een aansteker. Best is een barbecue aansteker. Want als je een andere aansteker gebruikt, dan verbrand je vingers. Wat een paar keer gebeurd is. Bij mij dan. Oké, nou dan als je alles gedaan hebt en geschud hebt. En geen loop hebt die los zit. Wat bij ons nou wel het geval is, maar dat maakt niet uit. Dan doe je dit. Dit. Dit zo. En dan schiet hij. Isn't it strange? Oh, oh, oh. Isn't it strange? This. Oh, oh, oh. Isn't it strange? Oh, oh, oh. Het is best wel eng. Maar nee, het is echt perfect. Ik ben sterk. Martijn is sterk, boy. Zie je, kijk wat er voor een kast Martijn is. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot bij de volgende video.